Misschien ook wel. Oké. De eerste resultaten van de poststemmen wijzen erop dat de kiezers nogal moeite hadden met de nieuwe stemmethode. Ja, wat zo'n beetje, ja, wat zeiden, was 5,5%, zo'n 230 stemmen ongeveer betrof het. Ja, door de nieuwe instructie mocht het dus wel openmaken, wat betekent dat je die gesloten envelop openmaakt. Je kijkt, er zit een stempas bij en een stembiljet. Je haalt de stempas, haal je eruit en die controleren we op echtheid. En de andere, ja, het stembiljet raken we verder eigenlijk niet aan. Zijn er veel stemmen te laat binnengekomen ook? Ja, dat weten we nog niet. Mensen kunnen vandaag nog de stemmen inleveren, zowel op het stembureau als nog bij ons afgiftepunt in de gemeente. Je praat over de briefstemmen. De briefstemmen, ja, die kunnen vandaag nog binnenkomen. Binnenkomen. En het is zo dat de stemmen die voor 9 uur 's avonds vanavond dus binnen zijn bij de gemeente, die worden nog meegenomen en geteld. Komt er daarna binnen, dus de post die morgen aankomt, die gaat niet meer mee. Die gaat niet meer mee. Nee, en we verwachten nu ook nog elk moment nog een postzak van PostNL met de stemmen van, ja, die dus nu nog binnen moeten komen. Kunt u garanderen dat stemmen per brief ook op dit onderdeel gegarandeerd en veilig was? Met alle maatregelen die eromheen bij zijn genomen en goedgekeurd zijn door Binnenlandse Zaken, is het stemgeheim gewaarborgd. Ja, want nou ja, je ziet dat hoeveel stemmen er binnengekomen zijn bij ons per post op dit moment al zo'n 4500. Ja. Ja, je maakt het envelop maak je open, je controleert de stempas, dat moet je doen. Hm. En dat stembiljet, dat vouwen we niet open, dat gaat meteen terug in de stembus. Ja, precies. Dus, zo is het weer gescheiden, want pas op een later moment, de stemmen die gisteren en eergisteren al voorgeopend zijn, dat was dus het scheiden van de stempas en de stembiljet. Dan gaan we pas vandaag alleen maar de stembiljetten van openen en tellen. Dus we weten niet van wie die stemmen zijn. Ja. De situatie leek op een situatie die al beschreven was. Dus je hebt de neiging van, nou, hij valt wel onder. Nou, toch proberen nog even te checken. Ook bij een andere gemeente even gecheckt. We checken dat bij Zwolle, dat is ons hoofdstembureau voor Overijssel. Okay. Nou, hoe doen jullie dat? We hadden dezelfde procedure van, we houden ze apart, maar echt nog een keer apart van de hele grote groep van, er is geen stempas. Want dat voelde gewoon niet goed. Het voelde niet goed, dus we hebben hem als aparte uitzonderingscategorie apart gelegd. Ja. En dus we konden gisteren, toen we het mochten, heel makkelijk de gesloten zak met die stempassen erin en stembiljetten erin even eruit halen weer. En opnieuw geteld, weer gesplitst en zo zijn ze nu geldig. Ja. Is het altijd een race tegen de klok? Met waarschijnlijk gewoon de reguliere stembureaus die tot 9 uur open zijn. Precies. Ja, die zijn veel later klaar. We zijn hier vanochtend om 7:30 begonnen met het alle stemmen die al per brief al voor gisteren binnengekomen zijn. Die hebben al vooropend. Die mogen we vandaag al overdag tellen. Maar pas vanavond ook na 9 uur echt de uitslag verder verwerken. En alle stembureaus die maandag en dinsdag open waren, geldt hetzelfde voor. Die zijn ook, die worden nu ook geteld in deze ruimte. En dit, dat hopen we wel op tijd klaar te zijn. Dus we kunnen om 9 uur al snel wat voorlopige gegevens in ieder geval geven. Ja. Nou, dan gaan we vanavond bij de tv kijken hoe snel Almelo is, hè? Ja, je bent altijd afhankelijk van het laatste stembureau. Dus je kunt heel snel klaar zijn. En je moet altijd wachten op de laatste. Dus.